Op dit schilderij zien we typisch middeleeuws tafereel. De heilige maagd Maria met het kindje Jezus tussen haar armen. Hier zien we hetzelfde onderwerp, alleen dan 500 jaar later geschilderd. Opnieuw zien we de heilige maagd Maria met het kindje Jezus, maar de verschillen zijn duidelijk. In deze paragraaf gaan we kijken naar de verschillen tussen de middeleeuwen en de tijd die daarop volgt, de tijd van de Renaissance. De Renaissance betekent het einde van de middeleeuwen en het begin van de vroegmoderne tijd. Want in die Renaissance gaat de mens anders tegen zichzelf en de wereld aankijken. En bovendien komt er opnieuw een bepaalde belangstelling voor de wetenschap. En het is dus bij uitstek een cultureel-mentale paragraaf, want het gaat over hoe de mensen over zichzelf denken en hoe ze over de wetenschap denken. Maar die culturele veranderingen die ontstaan door bepaalde politieke en economische veranderingen in een gebied dat we al eerder gezien hebben. En daar verhaal ik even dit kaartje terug uit paragraaf 4.5. Die paragraaf waarin Europa langzamerhand weer de kans krijgt om eens ook buiten haar grenzen te gaan kijken. En we hadden in die paragraaf gezien dat een belangrijk handelsnetwerk werd gevormd door de Noord-Italiaanse stadstaat. En in dat gebied, daar begint ook de Renaissance. Daar begint eigenlijk de overgang van de middeleeuwen naar de vroegmoderne tijd. Want op politiek gebied hoorden die Noord-Italiaanse stadstaten tijdens de middeleeuwen of bij de Duitse keizers, of zij vielen onder het gezag van de paus uit Rome. Zij waren nog niet echt zelfstandig, maar aan het einde van de middeleeuwen maken zij zich steeds meer los van de Duitse keizer en de paus. Het worden dus met recht stadstaten met eigen regels en eigen wetten en vaak ook een eigen leger. En die steden als Florence, Milaan en Venetië gingen zichzelf dus echt als autonoom beschouwen. Daar ontstond een heel vrij gevoel. Bovendien hadden we al geconstateerd dat het met de economie heel goed ging in die stadstaten. Want die stadstaten profiteerden van de groeiende handel met het Midden-Oosten en de rijke Vlaamse handelsteden. En langzamerhand zien we in die stadstaten dan ook een bovenlaag ontstaan van rijke handelaren. En die rijke handelaren, die krijgen dus langzamerhand een nieuw mensbeeld. En hier zullen we die verandering eens nader gaan bekijken. Het mensbeeld van de middeleeuwen werd vooral bepaald door het christendom. Dat mensbeeld had als motto Memento Mori, gedenk te sterven. Die boodschap werd de middeleeuwse bevolking constant ingewreven door de geestelijkheid. Memento Mori, denk eraan dat je op een dag dood zult gaan. En als je dood bent, zijn er uiteindelijk twee mogelijkheden voor jou. Jij zult of naar de hemel toe gaan, of jij zult voor eeuwig branden in de hel. En God beslist daarover. En daarom moet jij zo goed mogelijk leven. Maar constant dus die boodschap. Denk eraan, het leven op aarde is eigenlijk niet belangrijk. Het gaat om het leven na de dood, het eeuwige leven. En die rijke handelaren uit die Noord-Italiaanse stadstaten, die kregen ook die boodschap ingepeperd. Maar die kregen steeds meer het gevoel van, hey, hallo, wij worden hartstikke rijk. Waarom mogen wij nu niet genieten van ons geld? Waarom mogen wij nu niet genieten van onze rijkdom? Maakt dat ons minder slechte mensen? Nee. En zij zeiden dus, carpe diem. Oftewel, pluk de dag. Zij wilden nu ook genieten van het leven. Zij wilden nu genieten van het leven dat ze op aarde hadden. En zij zeiden daarmee dus eigenlijk ook dat zij zichzelf als individu ook belangrijk vonden. In de middeleeuwen zag men iedereen eigenlijk gelijk, want iedereen maakte deel uit van diezelfde groep, het christendom. En die verandering van Memento Mori naar Carpe Diem, die zien we ook terug in die schilderij die we aan het begin van dit filmpje al hebben bekeken. Want we zien dus nogmaals datzelfde onderwerp, Maria met het kindje Jezus. Maar in het linkerschilderij, het schilderij uit de middeleeuwen, zien we dat dat echt op een heel christelijke manier is afgebeeld. Al die personen hebben een aureool, zo'n heilige krans, om hun hoofd. En op het schilderij rechts zien wij dat die Maria en dat kindje Jezus toch vooral ook als mensen worden afgebeeld. De mens komt in de Renaissance dus meer centraal te staan. Bovendien kennen wij die schilder uit de middeleeuwen niet. Want in de middeleeuwen ging het niet om wie het schilderij gemaakt had. Maar dan ging het om de boodschap die het schilderij moest afgeven. En dat was dus vaak een christelijke boodschap. De schilder van de schilderij rechts kennen we wel, dat is Leonardo da Vinci. Hij signeerde zijn werk, want hij vond die boodschap nog steeds belangrijk, maar hij zei ook, kijk,
Kijk, dit heb ik gemaakt. En hij vond het individu dus belangrijk. En in die renaissance bleef de belangstelling voor het christendom bestaan, maar daarnaast kwam er ook belangstelling op voor een aantal andere onderwerpen. Men kreeg opnieuw belangstelling voor het klassieke erfgoed, de overblijfselen van de Grieken en de Romeinen. De overblijfselen van de klassieke tijd dus. En daar kwam nieuwe belangstelling voor. En die tijd van die Grieken en die Romeinen, die kwam dus terug. Er was een bepaalde wedergeboorte. En daar komt die term renaissance vandaan. Want renaissance betekent wedergeboorte. De mensen in de renaissance, die kregen weer bewondering voor de Griekse en de Romeinse architectuur. En de Griekse en de Romeinse kunst. En ze gingen de Griekse en de Romeinse geschriften weer lezen. En naast kunstenaars was er één groep in het bijzonder die zich ging richten op dat klassieke erfgoed. Dat waren de zogenaamde humanisten. En het humanisme is een stroming onder geleerden, ja, die dus opnieuw die klassieke filosofie, literatuur en kunst gingen bestuderen. En dat humanisme ging vooral naar de geschriften kijken. En hier zien we bijvoorbeeld een geschrift van de Griekse wetenschapper Euclides, een van de uitvinders van de wiskunde, zo gezegd. En die humanisten, die kenden die geschriften van die oude Grieken en die Romeinen, want in de middeleeuwen waren die geschriften wel gekopieerd, waren die wel steeds overgeschreven. Maar langzamerhand waren die geschriften vaak aangepast aan het christendom en zat er een christelijke boodschap in verstopt. En die humanisten zeiden, dat is niet de bedoeling, we moeten die tekst gaan bekijken zoals die oorspronkelijk bedoeld is. En ze gingen dan ook op zoek naar een zo oud mogelijke versie van de tekst. En die zien we hier linksboven bijvoorbeeld, tenminste een fragment ervan. En die humanisten gingen die verschillende versies allemaal naast elkaar leggen. En ze gingen ze gewoon met elkaar vergelijken en ze probeerden de fouten die er in de middeleeuwen in waren geslopen, die probeerden ze er weer uit te halen. Dat humanisme had twee belangrijke kenmerken. Ten eerste hadden die humanisten een heel kritische denkhouding. Ze namen niet zomaar alles aan, ze wilden het zelf gaan bekijken. En daarom vonden ze dus die oorspronkelijke versies van die tekst ook zo belangrijk. Maar daarnaast kenmerkt het humanisme zich ook door een bepaalde nieuwsgierigheid en een heel brede interesse. Want het ideaal van de humanisten was de universele mens, de homo universalis. Een mens die zich bezighield met wiskunde, maar ook met natuurkunde en met filosofie, maar die bijvoorbeeld ook kon beeldhouwen of goed kon schilderen. En die Leonardo da Vinci, waarvan we net al een schilderij zagen, dat is misschien wel het beste voorbeeld van zo'n universele mens. Want hij was niet alleen schilder, hij was ook wetenschapper. Hier hebben we een van zijn aantekeningen waarin hij een aantal machines beschrijft, die hij op papier in ieder geval heeft uitgevonden. En die Leonardo die hield zich dus bezig met schilderkunst, hield zich bezig met het uitvinden van die machines zoals we ze hier zien, maar hij bestudeerde net zo goed het menselijk lichaam. Hij was dus een echte universele mens. En die twee zaken, die kritische denkhouding en die brede interesse en nieuwsgierigheid van die universele mens, die leidden uiteindelijk samen tot een nieuwe wetenschappelijke belangstelling. Langzamerhand beginnen de contouren van de moderne wetenschap zich te vormen, want de goede wetenschapper die is kritisch en die heeft een brede belangstelling. En dat humanisme dat ontstond dus in die Noord-Italiaanse stadstaten, maar dat kreeg in 1453 en de jaren daarna ook een heel flinke impuls vanuit een andere hoek, namelijk de hoek van het Oost-Romeinse Rijk. De hoofdstad daarvan, Constantinopel, werd in 1453 veroverd door de moslims. En de geleerden die toen nog in de stad zaten, die vluchtten richting het westen en die namen allerlei oude Griekse geschriften met zich mee. En vanaf 1500 zien we het humanisme zich ook verspreiden naar het noorden van Europa. En dan begint in heel Europa een nieuwe tijd, de vroegmoderne tijd.